In Veenendaal wordt er vanavond gesproken over het nieuwe pand van de Nasser Moskee. Die gaat verhuizen naar een nieuw te bouwen pand. En bij die nieuwe plek aan de Nijverheidslaan staat verslaggever Marco Geitenbeek. Marco, van waar die verhuizing? Ja, de moskee barst simpelweg gewoon uit zijn voegen. Er zijn te veel mensen die de moskee bezoeken. Dat noemt de wethouder Hollander onwenselijk. Tijdens de Ramadan werd er bijvoorbeeld op straat gebeden om iedereen een plekje te kunnen bieden. Deze plek moet nu de nieuwe plek worden. Het is een industrieterrein in het stationskwartier naast de Veenendaalhal hier. Daar komt de moskee nu. Nou, die plek kan op zich wel een opknapbeurt gebruiken, zo te zien. Hoe komt de moskee eruit te zien? Nou, dat kun je wel zeggen. Het wordt een fors gebouw. Het is een moderne versie van een moskee, zegt de gemeente zelf. Een multifunctioneel gebouw ook. Het is niet alleen een gebedshuis, maar er moeten ook kantoren in komen. Een plek voor onderwijs en bijvoorbeeld ook een bibliotheek. En zo willen ze het gebouw voor meerdere dingen gebruiken. En wordt er dan ook rekening gehouden met de buurt? Ja, dat was een van de eisen van de gemeente toen de plannen werden gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld niet opgeroepen tot gebed om geluidsoverlast te voorkomen. Dat kennen mensen misschien wel. In islamitische landen wordt dat gedaan om mensen op te roepen om te gaan bidden. Dat wordt dus hier niet gedaan. En we zagen net het moskee al. Het ziet er niet per se heel erg uit als een moskee. En zo hoopt de gemeente ook eventuele bezwaren al van tevoren weg te nemen. Maar lukt dat ook? Hoe wordt er gereageerd door omwonenden? Ja, de reacties zijn nogal divers, zegt de gemeente zelf. De een is positief, de ander is negatief. Ik ben net zelf even de buurt in geweest, heb ik ook wat mensen gesproken. En mensen maken zich bijvoorbeeld wel zorgen om parkeren. Kan dat nog wel straks of staat hier straks de hele wijk vol? Dat zijn wel zorgen die er leven. Het zijn heel veel christelijke mensen natuurlijk hier in Veenendaal. En een mevrouw zei mij ook, ik vind wel dat iedereen zijn eigen geloof moet kunnen uitoefenen zoals ze dat willen. Een bewoner hier heeft wel tegen ons gezegd dat hij juridische stappen wil gaan ondernemen. Nou, zover is het tot nog toe niet. Vanavond worden in ieder geval de bezwaren en zorgen besproken van omwonenden. En mochten mensen dan nog steeds zorgen hebben, kunnen ze ook nog een inspraakbrief sturen naar de gemeente. Dat kan tot 3 februari. Dankjewel Marco vanuit Veenendaal.